Ik sta hier naast George van Eekhouten. U weet wel, het kleine ventje van Elverdingen, Willem Vermanderen, heeft er ooit een liedje van gemaakt. Nu, ik sta hier niet om het over George van Eekhouten te hebben, maar ik wil het wel hebben over de bevraging van de stad Ieper. Daarin staat, wat zou jij eerst en vooral willen veranderd zien in jouw buurt, in jouw gemeente, met andere woorden dus in Elverdingen. En dat gaan we nu vragen hier aan de burgers in Elverdingen. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat de parkeermogelijkheden, vooral in de stad Ieper zelf, dan nog uitgebreid blijven. Er was even gepraat geweest om de leed te veranderen, maar minder parkeermogelijkheden, dus dat zou wat problemen zijn. Zeker nadat Ieper een stad is met heel veel evenementen en dat zou wat moeilijker maken dan. Heeft u de bevraging zelf al ingevuld of gaat u dat nog doen? Ik heb hem dat zelf niet ingevuld, ik zou dat wel willen doen, ja. Die bevraging vind ik heel goed. Voor mij zou ik liefst de verandering hier hebben, meer parking in Elverdingen, zeker rond de kerk, want we hebben hier een schoolstraat. En dat maakt problemen met opstoppingen. Kinderen worden afgezet hier in de Sanitairesplein. En daarmee, ja, het doorgaand verkeer wordt opgestopt. Voor mij meer parking rond de kerk. We zijn in de Hanebroekweg in Elverdingen en hier blijkt er een probleem te zijn met de verlichting 's nachts. Ja, we zouden toch graag hebben dat de verlichting blijft branden 's nachts. Zoals vroeger, voordien was dat gans de nacht en nu om 11 uur, 12 uur gaan die lichten uit. En die gaan weer aan om 5 uur 's morgens. En ik vind dat toch een bedankt, dat is zo donker hier op de wijk en toch niet, hoe zou ik zeggen, niet veilig, denk ik. En daarom vragen wij, zouden die lichten mogen blijven branden de hele nacht? Dat is onze vraag. Ik vond de bevraging van het stadsbestuur een heel goed initiatief. Wat er hier in Elverdingen zou moeten veranderen, ik bekijk het vrij breed in die zin dat ik voorstander ervan ben dat de autosnelweg, de A19, naar Veurne zou moeten doorgetrokken worden ten einde de levenskwaliteit in Elverdingen zelf en ook de omringende dorpen serieus te verbeteren. En ten tweede dat er voor mensen die het openbaar vervoer gebruiken een deftige busverbinding komt tussen Ieper en de Pannen, zoals dat nu in de zomermaanden het geval is. Dat zou ook moeten het geval zijn in het laagseizoen. Wel, ik vind dat het verenigingsleven in Elverdingen toch iets beter zou kunnen. Ik kom eigenlijk van de Madonna in Langemark en daar kende ieder persoon iedereen in de streek. En het is echt een droom van mij om van Elverdingen ook een levendige dorpsgemeenschap te maken, waarin de verenigingen echt samenspannen met elkaar en iets samen kunnen organiseren. We komen daardoor dit jaar eigenlijk ook terug met onze loopwedstrijd hier in Elverdingen, de Flemish Bieren. Dat is eigenlijk een internationale loop. En ik zou daar eigenlijk graag voor de andere verenigingen ook aanspreken om te helpen en samen iets groots te kunnen organiseren hier in Elverdingen, zodat de mensen echt weer het sociale leven oppakken in de streek. En kan het stadsbestuur daar een rol in spelen? Ja, het stadsbestuur kan daar zeker een rol in spelen, want het is ook, we hebben ook de hulp van hen nodig eigenlijk om die loopwedstrijden tot stand te brengen en zo de andere verenigingen ook daar te kunnen in betrekken. Dit waren alvast enkele reacties vanuit Elverdingen op de bevraging van de stad Ieper, vragend aan de Ieperling. In ieder geval, het is de bedoeling dat we de komende weken ook de andere deelgemeenten aandoen van de stad Ieper. Mocht jij een reactie hebben, een mening, wil je het kwijt aan de buitenwereld, wel dan kan je ons mailen of bellen. In ieder geval, de volgende gemeente die we aandoen is Vlamertingen. Wil je weten hoe ze daar denken over wat er moet veranderd worden in hun gemeente? Wel, blijf ons volgen op Facebook.